Hallo jongens. Hallo. Ja. Alsjeblieft. Dank u wel. Wat vindt u belangrijk om als vader voor mij te zijn? Als vader, moeilijke vraag Jordan, wil ik steun en toeverlaat zijn. Maar ik wil ook toch zeg maar een beetje een soort voorbeeld zijn voor jou. Dat je weet, want als je later zelf groter bent, en ouder bent, dat je hard moet werken in deze wereld als je iets wil bereiken. En dat je ook vooral moet genieten van het leven. Maar ook je talenten moet ontwikkelen. En wat heel belangrijk is, zorgen dat je andere mensen blij kan maken. Want dan ben je zelf ook, word je ook gelukkig van. Wanneer bent u erop gekomen dat u het leuk vond om muziek te maken? Ik speel al sinds ik klein ben. Maar op een gegeven moment, ik merkte elke keer als ik ergens ging optreden, dat mensen blij werden. En mensen gingen lachen, mensen gingen dansen. Sommige mensen gingen ook huilen omdat ze zo blij waren. En ik had zoiets van, dit is leuk, dat wil ik graag doen. Dit is echt, want je raakt de mensen ook. Kunt u ons de studio laten zien en wat u daar allemaal mee doet? Ja, ik ben bezig met een workstudio. Dat is zeg maar een ruimte waar wij muziek kunnen programmeren en maken en schrijven. En ik kan ook een beetje de trombone spelen, als je dat wil. Dit is mijn workstudio. Ik probeer hiermee muziek te maken. Ik heb hier zeg maar een programma waar ik mee muziek kan maken. Ik heb hier op deze computer heb ik ook een programma waar ik mee muziek kan maken. En dat is wel leuk, kan ik je misschien laten horen. Kijk hier bijvoorbeeld. Hoor je het? Moet niet te hard zetten, dan gaat de buurvrouw gelijk weer. Kijk. Dit is bijvoorbeeld een. Kijk. Ga je me begeleiden, Jordan? Een beetje trommel op de stoel? Want ik heb geen trommel bij me. Nee. Ik ben de stokken maar. Tot de volgende keer. Dat was het item over mijn vader.